Breda Nu. Je weet het meteen. We werden uitgenodigd om een stukje mee te varen op de Beluga. Een boot uit de jaren 50 waarvan de motor gerestaureerd was. Of we tussen wal en schip kwamen, is nog maar de vraag. Tweecilinder dieselmotor in te stampen. Oude Slavia diesel. 22 pk. Het oudste slepertje in feite, maar zo van die melkbussen zo heen en weer gaat geweldig. Nou, we hebben net een prachtige rondvaart gehad hier over de Singel van Breda. Kunt u iets vertellen over het bootje? Nou, het bootje dat is een. Oorspronkelijk is dat een. Ze noemen het een duwertje en een slepertje. Dat kun je ook zien, de achterkant, de opbouw van de boot. De sleephaak, de beugel waar de draad onderdoor geleid wordt. 1950, dat is voordat ik geboren was zelfs. Mm-hmm. Ver voordat jij geboren bent. Een bootje van een jaar of 70 oud. Wat zo langzamerhand aan een tweede leven begonnen is. Mm-hmm. Wat cosmetisch opgeknapt is op moment X. En daarna technisch helemaal overhaald is. En het is echt een oud stampend twee cilinder Slavia dieselmotortje. Wat rookbrakend de schroef draait en in de vaart der volkeren de mensen naar voren stuwt. Ja. Dat is de samenvatting. Het is een bootje wat eigenlijk niet geschikt is om zo binnen de Singels te varen. Het is luidruchtig, het is rokerig, het is vies. Maar het is een super ervaring als je hem op een gegeven moment vaart. Mm-hmm. Het is voor mij een stukje hobby. De uitdaging was om het bootje lopend te krijgen. Het bootje is nu lopend en zou eventueel naar een volgende liefhebber door moeten. Mm-hmm. Maar dat zal dan of een scouting zijn of plekken waar het bootje echt weer tot zijn recht komt. Breda Nu. Je weet het meteen.